Vandaag houden we het over de Alfa aan de Rijn, de schietpartij. Veilig te vinden om hier in het winkelcentrum te winkelen. Okay. Hallo, dit is Ali van CWTV. Hoe heet u? Ik ben Hans Vissen en kom uit Rotterdam. Oké. En vindt u het hier nog veilig om te winkelen wat er is gebeurd bij Beverwaard, Alfa aan de Rijn? Ja hoor, dat zijn incidenten helaas. Het komt voor in Nederland en ja, daar kunnen we toch niets aan doen. Maar ik voel me nog steeds veilig. Dat u beveiliger bent? Nee, gewoon algemeen. Het is zo dat wij kunnen hier nog steeds gewoon netjes over straat lopen. Zonder dat we elke keer om de hoek en over onze rug moeten kijken wat er achter ons gebeurt. Oké, kunt u eens vertellen wat er is gebeurd? Er gebeurt in Keizerwaard iets niet leuk, iets strenger? Nou, of de regels strenger worden, geloof ik niet zo. Maar dat is eigenlijk ook niet zo nodig. Want het is zo dat de regels zijn duidelijk voor iedereen. En ja, je mag niet zomaar wapens bij je hebben. Dat is ook aan regels verbonden. Oftewel, ja, ik voel me nog steeds veilig en ik blijf nog steeds het werk doen zoals ik het altijd gedaan heb. Hallo, dit is Ali van CWTV. Hoe heet u? Ik heet Femke. Wat voor werk heeft u? Ik werk hier, ik maak hier pasfoto's voor op de paspoorten en de rijbewijzen. Ik verkoop fotolijstjes. En alles wat met foto's te maken heeft. Maar vindt u het nog hier veilig om dingen te verkopen na de schietpartij? Ik vind het nog wel veilig om hier dingen te verkopen. Anders kan je je nergens meer veilig voelen. Maar je denkt er wel over na. Oké. Denkt u over na als ik zulke vragen stel? Nou, over stel dat er zoiets gebeurt. Hoe reageer je? Ja, je hoopt natuurlijk nooit dat zoiets gebeurt, want het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is. Maar ja, tegenwoordig gebeuren er een heleboel rare dingen. Heeft u ook hier een overleg over gehad met andere mensen? Niet met de winkeliers hier, want ik sta hier in mijn eentje, dus ik kan niet zomaar weg uit de winkel. Maar thuis heb je het er natuurlijk heel veel over. Je hebt het, in de buurt heb je het er heel veel over, want het is natuurlijk wel heel erg wat daar gebeurd is. Dit is Ali van CWTV, hoe heet u? Ik heet Carlijn. Hoe heet uw kind? Dax. Uw man? Die heet Donald. Aha, leuke naam. Heeft u gehoord van Alfa aan de Rijn? Ja, dat is heel erg wat er is gebeurd. Vindt u het nog leuk om hier, vindt u het nog relaxed om hier te winkelen? Ja hoor, ik ben daar niet zo bang voor hier zo, nee. Oké. Maar waarom vindt u hier veilig? Ja, ik denk het is maar één keer gebeurd en verder is het nog nooit gebeurd. En er zijn zoveel winkelcentrums, dus dat ik nog wel hier durf te winkelen. Ja hoor. Ik heet Meidan. Oké. Heeft u gehoord over Alfa aan de Rijn? Ja, heb ik wel eens van gehoord, ja. Ook een beetje gelezen erover, maar ja. Vindt u het erg? Ik vind het heel erg, ja. En vindt u het nog hier leuk om te winkelen? Ja, hier zo wel, maar ik ben niet bekend hier zo in de buurt, dus... Ik kom voor het eerst hier zo. Het is best een leuke wijkcentrum. Oké. Uit Rotterdam-West. Vindt u het nog leuk om te winkelen? Vindt u het niet erg als dit hier gebeurt? Ja, als het maar veilig genoeg is, hè. Als je moet winkelen, moet je ook veilig voelen. Dus ja. Zodra je veilig bent, kan je gewoon gerust winkelen. Maar ja, als je van die nare dingen hoort, zulke gevaarlijke dingen, dan tuurlijk. Dan wil je bijvoorbeeld niet naar Alfa aan de Rijn gaan.